John van Schip, een iets andere voorbereidingen richting de wedstrijd van zaterdag. Is dat nodig in deze fase van de competitie? Nou ja, nodig. Ik bedoel, het is, je kan ervoor kiezen. En wij hebben besloten om, dat, om daar zeg maar, voor te kiezen. Omdat we vinden dat, we, nou, dat het goed is om met elkaar samen naar een wedstrijd toe te leven. Ik bedoel, het belang van de wedstrijd, dus elke wedstrijd is belangrijk natuurlijk. Je komt alleen nu zeg maar, in de laatste fase van het seizoen. Voor ons is dit, zeg maar, ja, je zit niet meer in de beker. Je zit dus wel nog in de positie om Europese play-offs te halen. Dus je kan het zo zien dat we dat op die wijze benaderen. Dus in afzondering met elkaar toeleven naar de wedstrijd tegen Excelsior. Ja, we hebben twee wedstrijden in kort tijdsbestek. Einde van de competitie nadert. En nou ja, we kunnen onze slag slaan in deze twee wedstrijden. Dus dan, ja, dan is het goed dat we even hotel in gaan en dat we met z'n allen ons kunnen richten op die twee wedstrijden en geen afleidingen daarin hebben. Ja, kun je dan beter de focus houden en de controle houden? Ja, dat is ook voor iedereen verschillend. Dus ja, daar heb ik echt geen idee van of dat daadwerkelijk werkt. Of dat het, maar ja, het feit is wel dat we bij elkaar zijn en dat we met z'n allen wel inderdaad gericht zijn op die twee wedstrijden. En daarin ja, is geen afleiding mogelijk en nou, dat is wel belangrijk, denk ik. Zijn jullie deze week nog geschrokken van het resultaat wat jullie gespeeld hebben tegen Roda? Ja, tuurlijk. Maar ja, aan de andere kant moeten we nu een streep onder zetten en moeten we weer door. En morgen is een hele belangrijke wedstrijd weer voor ons tegen Excelsior. En nou ja, dat telt mee in dingen. Dat is gewoon winst. Ligt de druk meer bij jullie of bij hun, denk je? Nou ja, wij staan natuurlijk voor. Maar dat zegt helemaal niks, want we hebben sinds de winterstop staan we al voor. En wij moeten zelf zorgen dat we onze punten halen. We zijn helemaal niet bezig met Excelsior. Wij willen thuis altijd winnen. En dat, morgen is dat niet anders. Dus de druk om zeg maar, ja, meer bij ons of meer bij Excelsior. Kijk, zij staan logischerwijs is het de kans procent gezien is bij hun veel kleiner. En voor ons groter. Dus ja, dan kun je het, als je het zo wil uitleggen, dan ligt de druk meer bij ons. Elke wedstrijd op dit moment in eindfase is een moeilijke wedstrijd. Iedereen heeft nog wat om voor te voetballen. Dus wat dat betreft is het altijd lastig. En, nou ja, en zeker, ik denk dit jaar in de Eredivisie, die verschillen zijn gewoon heel klein. Dus als jij gewoon niet geconcentreerd bent of je bent gewoon minder in vorm, ja, dan kun je gewoon van iedereen verliezen. Ik denk dat het dit jaar ook wel gebleken is. Ik verwacht een Excelsior zoals ze altijd spelen. En het is een goed voetballend team. Ze hebben spelers die aan de bal zeer sterk zijn. Kolwijk, Vaik, Bruins. Ze hebben snelheid met Elbers, Garcia, Van Duinen. En als geheel is het gewoon een collectief wat goed verdedigt. Dus ik verwacht een Excelsior zoals ze altijd zich goed voorbereiden. En organisatorisch zet de trainer Mitchell van der Gaag ze goed neer. Dus dat is waar we ons moeten op instellen. Hoe is het met Dirk Marcellus? Dirk is er niet bij morgen. Dus die zal er misschien in de aanloop naar Twente weer bij komen. Ze is op dit moment niet wedstrijdfit. Maar het is ook niet zo dat hij zeg maar weken eruit ligt. Dus gewoon kijken in hoeverre we hem eventueel voor Twente weer erbij kunnen krijgen. Mocht dat niet zo zijn, ja, dan is het natuurlijk sowieso een langere periode. Maar ja, hij zit een beetje te kwakkelen met zijn zeg maar, fitheid.